Ja, precies. Je zag dat iedereen vandaag gretig was. En ja, allemaal jonge jongens, wat je zei. En ik denk dat iedereen er vandaag stond. En iedereen zijn visitekaartje heeft afgegeven en een goede wedstrijd heeft gespeeld. En ja, we winnen met 2-0, maar ik denk dat er wel 4 of 5-0 ook wel terecht was. Dus het was een mooie wedstrijd. Voor het publiek was het een leuke wedstrijd. Voor mij als verslaggever was het een leuke wedstrijd. Was het voor jou als keeper ook een leuke wedstrijd? Ja, tuurlijk. Ik hou de 0. En ja, dan is het voor mij altijd een leuke wedstrijd. Ja, meer tijd niet op te zeggen. Het was gewoon een leuke wedstrijd. En je zag zelfs hier dat het publiek een beetje mee ging doen. Ja, dat heb je niet vaak op de hert gehad. Nee, het was sfeervol, omdat er gewoon lekker frivol, lekker gevoetbald werd. En wat ik zeg, allemaal talentjes, allemaal jongens die willen. Ja, dat klopt. We hebben lekker vrij gevoetbald. En ja, eerste helft gaat het een beetje af te maken. En toen hebben we wel in de rust gezegd van we moeten wel zakelijk blijven en niet te frivol gaan voetballen. Want dan krijg je echt de deksel op de neus. En dat hebben we goed gedaan. Denk ik. Ik denk dat we gewoon eerst zakelijk 2-0 hebben gemaakt. En ja, dan kun je daarna gewoon weer lekker doorvoetballen. Dus dat was goed. Ja, nou, VVV kan dankzij jullie al een week eerder promoveren. Dat is misschien een bijzaak. Ja, als je bij jong PSV speelt en je bent jong, dan wil je allemaal naar het grote PSV. Dat geldt denk ik voor alle 11 in het veld. Hoe zit het met jou? 4 keepers, 1 plek hier in het doel? Ja, klopt. Ja, veel keepers voor 1 plek. En hoe het volgend seizoen gaat, dat weet ik nog niet. Dus even afwachten, dit seizoen afwachten wat er gebeurt met Soet en Pasveer. Ja, dus voor mij nog even, ik kan er nog niks over zeggen in ieder geval. Nee, ik heb wel respect, moet ik zeggen, voor je comeback zeg maar, bij PSV. Ik moet eerlijkheidshalve bekennen, met je langdurige blessure, Jurjus die gehaald werd. Ik dacht van, die Koopmans kan wel eens het kind van de rekening worden. Maar je hebt je aardig teruggeknokt. Ja, dat wel. Ik heb gelukkig, ze zeggen altijd, je moet sterker terugkomen na een blessure. En dat heb ik denk ik wel gedaan. En blijven geloven in jezelf, en dat heb ik denk ik ook wel gedaan. En het gaat nu goed. En deze lijn wil ik graag doorzetten. Ja, Soet is eerste keus. Als jij nou de keeperstrainer van PSV was, Jurjus, Pasveer of Koopmans, wie zou jij dan kiezen? Ja, Koopmans natuurlijk. Nee, ja, dat blijft natuurlijk bij de trainer. Maar als ik zelf moet kiezen, dan kies ik natuurlijk altijd voor mezelf. Dat is leuk. Spelen de dingen misschien verhuren? Want het is natuurlijk toch niet een ideale situatie, 4 keepers. Nee, tuurlijk. Ja, dat is lastig. Ik denk dat we volgend jaar wel met 3 keepers zullen zijn. Dus wie er verhuurd wordt en wie er blijft, daar kan ik echt niks over zeggen. Dat weet ik zelf ook nog niet. Ja.